Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van TWR.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Ik ben blij dat u weer luistert. Vandaag uitzending 686. We zijn de vorige keer bezig geweest met Spreuken 6. In dat hoofdstuk worden zeven dingen genoemd waar de Heer een hartgrondige afkeer van heeft. Zeven zaken die hij haat. God is niet alleen een God van liefde, hij is ook een rechtvaardig God, die een afschuw heeft van alle onrechtvaardigheid. De laatste 16 versen van Spreuken 6 handelden over de dwaasheid van overspal. In Spreuken 7 gaat het onderwijs over dit thema verder. In de eerste 27 versen vinden we de vierde en laatste onderwijzing over de gevaren van de vreemde vrouw. Reeds is beschreven hoe een jonge man op financieel en sociaal vlak schade leidt door de omgang met een overspelige vrouw. Ook werd gewezen op de jaloezie en wraakzucht van een jaloerse echtgenoot. Nu in spreuken 7 worden de tactieken van de overspelige vrouw beschreven. Spreuken 7, vers 1: Mijn zoon, neem mijn woorden in acht. Berg mijn geboden bij jou op. De vader of leraar begint met de oproep aan zijn zoon of leerling om oplettend te zijn en zijn woorden en geboden te bewaren. Met deze opdracht wordt aangegeven dat hij ze moet koesteren en alles moet doen om ze niet te vergeten of te verliezen. Spreuken 7, vers 2. Neem mijn geboden in acht en leef, en neem mijn onderricht in acht als je oogappel. De woorden uit vers 1 worden herhaald. Als de zoon die geboden bewaart, zal hij leven. Laten de lessen van zijn vader alles voor hem betekenen. Over het belang en de kostbaarheid van de oogappel lezen we onder andere in Deuteronomium 32, vers 10 en in Psalm 17, vers 8. Het is een beeld van de meest fijngevoelige zorg. Bewaard worden als een oogappel betekent veiligheid te midden van de grootste gevaren. Spreuken 7, versen 3 tot en met 5 Bind ze aan je vingers. Schrijf ze op de tafel van je hart. Zeg tegen de wijsheid: Jij bent mijn zuster. En noem het inzicht je bloedverwant, opdat zij je bewaren voor de vreemde vrouw, voor de onbekende die jou met haar woorden vleit. Vervolgens wordt de zoon of leerling geadviseerd de geboden of wetten nooit opzij te leggen, maar ze diep in zijn hart op te bergen. In de Tora komen op dezelfde manier geformuleerde opdrachten naar voren. Door ze ook in deze context te gebruiken, geeft de vader aan dat zijn woorden vergelijkbaar gezag bezitten. In Deuteronomium 6, versen 8 en 9 staat: U moet ze als een teken op uw hand binden, en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Spreuken 7: versen 6 tot en met 9. Want door het venster van mijn huis, door mijn traliewerk, zag ik neer. Ik zag bij de onverstandigen. Ik merkte onder de jongeren een jongen zonder verstand op die de straat overstak bij haar hoek en voortschreed in de richting van haar huis, in de schemering, in de avond van de dag, de middernacht en in het donker. In de versen 6 tot en met 23 worden de tactieken beschreven van de verkeerde vrouw. Vanaf vers 6 begint een beschrijving van een jongen die in zijn naïviteit rondloopt en die erg dom bezig is. De vader vertelt over een bepaald moment dat hij uit het raam van zijn huis door een luchtgat naar beneden keek. Hij zag onder de onverstandigen en argelozen een jongeman die erg dom bezig was. De woorden die voor deze jongeman gebruikt worden, komen ook voor in spreuken 6, vers 32 en 10, vers 13. Daarbij gaat het om iemand die niet het juiste verlangen heeft en ook niet het goede onderscheidingsvermogen. De jongen loopt over straat en komt bij de woning waar een verkeerde vrouw woont. Onervaren als hij is, gaat de jongeman naar haar toe, terwijl hij waarschijnlijk onvoldoende beseft welk gevaar hij loopt. In de uitleg van spreuken 5, versen 5 en 6 bleek dat de verkeerde vrouw willens en wetens haar eigen leven en dat van haar minnaar te gronde richt. De jongeman die zich verleidt, is echter onwetend. Op grond van de overeenkomsten kunnen we aannemen dat de jongeman hier niets vermoedend door de straten liep. Zijn vader had de jongen onderwijs gegeven met een duidelijk doel. Het was de bedoeling dat hij zich op ieder moment van zijn leven zou richten op Gods eer en op de woorden van wijsheid, maar dat gebeurde niet. Daarmee kan de jongen verweten worden dat zijn leven niet overeenkomstig was met het onderwijs van zijn vader. Er is ook informatie over het tijdstip waarop de jongen in de omgeving van haar woning kwam, en de schemering tegen de avond, als het bijna nacht was. Spreuken 7 versen 10 tot en met 12. Zie, een vrouw kwam hem tegemoet, uitgedost als een hoer en arglistig van hart. Zij was onrustig en opstandig, haar voeten bleven niet thuis, nu eens op straat, dan weer op de pleinen. Zij loerde bij alle hoeken. Na de beschrijving van de onverstandige en argeloze jongeman man volgt de beschrijving van de verkeerde vrouw. De vader vertelt dat een vrouw, gehuld in hoerenkledij en vals van hart, hem tegemoet kwam. De gebruikte woorden geven aan dat alles in de vrouw erop gericht is haar doel te bereiken. De woorden illustreren het tegenovergestelde van de jongeman die geen doel had. Hij is naïef. Om te krijgen wat ze wil, heeft de vrouw een bepaalde intuïtie ontwikkeld. Het is het omgekeerde van wat er met een wijs mens gebeurt. Een wijze heeft inzicht en doorzicht ontwikkeld, waarmee hij goede dingen kan doen. Maar wie lustig van hart is, heeft eigenschappen ontwikkeld om negatieve zaken te bereiken. De vrouw is ongeduldig en losbandig. Haar voeten blijven niet in haar eigen huis. Nu eens is ze op straat. Dan is ze weer op de pleinen. En bij elke straathoek loert zij rond. Deze vrouw jacht rusteloos op haar prooi. En neemt niet de tijd om haar huishouding op te bouwen. Spreuken 7, vers 13. Zij greep hem vast en kuste hem. Zij trok een stalen gezicht en zei tegen hem: De vader of leraar beschrijft de ontmoeting van de vrouw met de argeloze en onverstandige jonge man. Ze grijpt hem vast, kust hem. En spreekt hem aan met een stalen gezicht. Voor dat laatste staat in het Hebreeuws een woord dat ook vertaald kan worden met. Een brutaal onbeschaamd gezicht zetten. Met andere woorden, ze straalt uit dat ze haar slechte voornemens wil doorzetten. Spreuken 7, versen 14 en 15. Ik moet dankoffers brengen. Ik ben vandaag mijn geloften nagekomen. Daarom ben ik naar buiten gegaan, jou tegemoet, om je ijverig te zoeken. En daar vond ik je. In deze versen spreekt de vrouw tot de jongen en probeert ze hem te verleiden. Ze zegt dat ze dank of slachtoffers moest brengen en dat ze juist die dag haar geloften heeft vervuld. Bij een dank of slachtoffer komen de nieren, de leverkwap en de vette delen van het offerdier toe aan de Heer en worden ze verbrand. De rest van het offerdier is voor de priester en de offeraar. In Leviticus 7, waar sprake is van het brengen van een gelofte offer, staat dat de offeraar het vlees dat hem toekomt binnen twee dagen moet consumeren. De overspelige vrouw die offers zou hebben gebracht, nodigt de jongen uit deel te nemen aan een dergelijke maaltijd. De vrouw geeft aan dat ze naar de jongen op zoek was en dat ze hem nu heeft gevonden. Spreuken 7 versen 16 en 17 Ik heb mijn rustbank opgemaakt met dekens, kleurige spreien van Egyptisch linnen. Mijn slaapplaats heb ik besprenkeld met mirre, aloë en kaneel. Nadat de verraderlijke dame zich heeft voorgedaan als iemand die haar godsdienstige plichten nakomt, geeft ze de argeloze jongeman het gevoel dat hij belangrijk voor haar is. Nadat ze zijn ego heeft gestreeld, speelt ze in op zijn seksuele verlangens. Ze doet dit op een subtiele manier door eerst te spreken over haar bed dat ze heeft bedekt met mooie en zachte dekens. Ze omschrijft het als het fijnste Egyptische linnen. Het linnen uit Egypte was van bijzondere kwaliteit en werd ook gebruikt om mummies in te wikkelen. De vrouw vertelt de jongen ook dat zij haar bed heeft besprenkeld met mirre, aloë en kaneel. Mirre is een uit Arabië afkomstige aromatische hars. Mirre werd bijvoorbeeld als parfum gebruikt bij een bruiloft. Het was duur en werd niet zomaar gebruikt. Dat geldt ook voor Aloe en kaneel. De slechte vrouw noemt de geurstoffen om aan te geven dat ze iets heel speciaals heeft bereid voor de jongeman. Al deze kostbaarheden worden in Hooglied 4 vers 14 genoemd om de bruid te omschrijven en daarmee zien we dat deze middelen duiden op verleiding. Met het spreken over haar bed heeft de vrouw ongetwijfeld seksuele opwinding bij de jongeman veroorzaakt. Spreuken 7 versen 18 tot en met 20. Kom, laten we dronken worden van liefde, tot de morgen toe. Laten we samen genieten van grote liefde. Want mijn man is niet thuis. Hij is voor een verre reis vertrokken. Hij heeft de geldbuidel in zijn hand meegenomen. Op de dag van de volle maan zal hij thuiskomen. Hier komt ze tot haar eigenlijke doel door de jonge man uit te nodigen de hele nacht bij haar te blijven om met plezier de liefde te bedrijven en zich te verheugen over haar beroering. De vrouw voegt er onmiddellijk aan toe dat de jonge man niet bang moet zijn voor haar echtgenoot. Die is namelijk niet thuis, omdat hij een verre reis maakt. Hij heeft een buidel geld meegenomen en komt voorlopig niet terug. Hij zal pas op de dag van de volle maan weer thuiskomen. Omdat er in vers 9 sprake is van een bijna maanloze donkere nacht, mogen we aannemen dat zijn terugkeer tijdens volle maan nog twee weken op zich zal laten wachten. Met deze geruststellende woorden probeert de vrouw de jongen over te halen met haar mee te gaan. Spreuken 7, versen 21 tot en met 23. Zij haalde hem over door haar grote overredingskracht, zij verleidde hem door het gevlei van haar lippen. Meteen ging hij achter haar aan, zoals een rund ter slachting gaat en zoals een dwaas in een enkelboei als straf, totdat een pijl zijn lever spleet. Zoals een vogel zich haast naar een strik en niet weet dat het tegen zijn leven gericht is. Na de weergave van de woorden van de slechte vrouw neemt de vader zelf weer het woord. Hij vertaalt hoe het verder is gegaan. Het vleiende gepraat miste zijn uitwerking niet. De woorden van de vrouw hebben de jongen overtuigd. De vader gebruikt voorbeelden om de naïviteit van de jongen aan te tonen. Hij liep haar achterna, als een koe naar het slachthuis, als een misdadiger op weg naar het schavot. Omdat de jongeman de verkeerde weg sloeg, komt er een ommekeer. Bij het slot van spreuken 6 heb ik al aangegeven dat bij een rechtszaak de jongeman veroordeeld zal worden tot de doodstraf vanwege het plegen van overspel. Er komt onherroepelijk een einde aan zijn leven. Terwijl hij niet weet dat zijn leven een gevaar is, vliegt hij als een vogel op de strek af. Daarbij moeten we denken aan een klapnet. Het gebruikte voorbeeld is het toonbeeld van naïviteit. De jongen laat zich verleiden en gaat zijn ondergang tegemoet, terwijl hij zich er niet van bewust is. Spreuken 7: versen 24 tot en met 27. Nu dan, kinderen, luister naar mij en sla acht op de woorden van mijn mond. Laat je hart niet afwijken naar haar wegen, laat het niet afdwalen op haar paden. Zij heeft immers vele dodelijke gewonden doen neervallen. Geweldig veel zijn allen die zij heeft gedood. Haar huis is een weg naar het graf, die afdaalt naar de binnenkamers van de dood. In de afsluitende zinnen richt de vader zich als leraar in meer algemene zin tot zijn kinderen. Hij roept hen op naar hem te luisteren. Nu zijn kinderen zo'n indringende geschiedenis hebben gehoord over de gevaren van overspel, worden ze opgeroepen hun hart niet te laten afdwalen naar de levenswijze van de overspelige vrouw. Ze mogen geen voet zetten op de weg die zij volgt. De reden is omdat zij al heel wat gewonden neergeslagen heeft. En de lijst van haar slachtoffers is lang. Met deze woorden wordt een beeld van een vrouw gepresenteerd die in haar eentje veel mannen heeft neergeslagen op het slagveld. Zonder te beweren dat hier op verborgen wijze sprake is van Oosterse godinnen, is het wel opmerkelijk dat er verschillende Oosterse godinnen zijn met een dubbel functie: godin van de liefde en van de oorlog. In de afsluiting van spreuken 7 is er overeenkomst tussen de overspelige vrouw en het dwaasheid, waarover we zullen lezen in spreuken 9. De wegen van beide dalen af naar het rijk van de dood. Wie zich met hen inlaat, wacht onherroepelijk de dood. Hiermee stelt de vader of de leraar zijn kinderen voor een keuze tussen leven en dood. In dat opzicht doet de oproep denken aan een soortgelijke tekst uit Deuteronomium 30, waarin de Israëlieten dezelfde keuze moeten maken. In Deuteronomium 30 versen 15 en 16 zegt Mozes: Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade, want ik gebied u heden de Heere, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan, en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen, dan zult u leven en talrijk worden, en zal de Heere, uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezet te nemen. En in de versen 19 en 20 staat: Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek. Kies dan het leven. Opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de Heere uw God lief te hebben, zijn stem te gehoorzamen en u aan hem vast te houden. Want hij is uw leven en de verlenging van uw dagen, om te blijven in het land dat de Heere uw vaderen, Abraham, Isaac en Jacob, gezworen heeft hen te geven. Ook voor ons is het belangrijk te luisteren naar de waarschuwingen uit Deuteronomium 30 en Spreuken 7. Tot slot nog een kanttekening bij Spreuken 7. Bij oppervlakkige lezing kan de indruk ontstaan dat enkel de rol van de vrouw slecht is en dat de naïeve jongeman het slachtoffer is. Het negatieve gevolg van een dergelijke gedachte kan zijn dat de vrouw een symbool van het slechte wordt. Maar zo mogen wij niet met de tekst van Spreuken 7 omgaan. Het doelloos rondlopen van de jongeman op plaatsen vol verleiding en zonder gericht te zijn op de wil van de heer is even goed af te keuren. Daarnaast is het ook zo, ook vandaag, dat meisjes of vrouwen op een vreselijke manier kunnen verleid worden door mannen. Het zal dan eerder emotioneel zijn, maar het principe is hetzelfde. Spreuken 7 presenteert de jonge man als een naïef persoon die de gevaren van het leven niet doorziet en zo zijn ondergang tegemoet gaat. Daarmee moet de boodschap voor iedereen duidelijk zijn. De jonge man zou veel meer moeten letten op verborgen motieven van mensen. Hij kan niet naïef rondlopen op plaatsen waar de verleiding op de loer ligt. Wij moeten allemaal leren dat eerbied en ontzag voor de Heer het begin van alle wijsheid is. Jongeren en ouderen moeten weten dat de Heer alles ziet en dat hij van iedereen verantwoording zal vragen van wat hij of zij met zijn leven heeft gedaan. Wie Christus toebehoort, zal ervaren dat de Heilige Geest ondersteunt in het ontwikkelen van een wijze levenshouding. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan 100 talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bible en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl. Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht www.tbr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.